President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren de COVID-maatregelen verscherpt. Het toezicht op de naleving van de maatregelen zal de komende 2 weken drastisch worden verscherpt, waarbij overtreders flinke boetes riskeren. De avondklok is bijgesteld van 8 tot 5 uur in de ochtend. Er zijn 9 maatregelen die per vandaag ingaan en tot en met 23 augustus gelden. Het staatshoofd benadrukt dat de getroffen maatregelen van de afgelopen 2 weken noodzakelijk waren om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. Velen hebben zich niet consequent aan de maatregelen gehouden, met alle gevolgen van dien. De cijfers geven een somber beeld en houden onze bezorgdheid op scherp. De epidemiologische analyse van de afgelopen 4 weken laat zien dat er een versnelde stijging van het aantal besmettingen is opgetreden. We zijn dus nog niet op een niveau beland waarbij we zouden kunnen spreken van een neerwaartse trend. Vanaf vandaag, maandag 10 augustus tot en met zondag 23 augustus, gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1. Het uitgangsverbod wordt bijgesteld van 8 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgangsverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. Verplicht dragen van mond-neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van openbare ruimte. Santokhi benadrukt dat het aantal besmettingen zodanig is toegenomen dat de druk op de gezondheidszorg heel groot is geworden. De schaarste aan ziekenhuisbedden, personeel, medicamenten en apparatuur wordt duidelijker. Ook het aantal quarantaineplekken wordt steeds minder, zegt het staatshoofd. De steeds stijgende cijfers zeggen ons dat we nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. We merken op dat de meeste besmettingen plaatsvinden in het zuiden van Paramaribo en het noorden van Wanica. Wij zien tevens ook een uitbreiding naar de overige resorten en districten. Ondanks de gemaakte afspraken worden feestjes georganiseerd en allerlei samenkomsten, terwijl bekend is dat dergelijke situaties de verspreiding van COVID-19 bevorderen. Dit zegt ons dat we niet zorgvuldig omgaan met onszelf en elkaar. De komende 2 weken zal het toezicht op de naleving op de maatregelen drastisch worden verscherpt door de politie, waarbij beboeting bij het niet naleven zal worden toegepast. We gaan het virus alleen kunnen overwinnen wanneer we ons houden aan de verplichte maatregelen. En ik herhaal, wanneer we op elkaar letten en wanneer we onze eigen verantwoordelijkheid dragen. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid. Normalisering komt met verantwoordelijkheid. COVID-19 beheersen komt met gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tot zover president Chandrika Prasad Santokhi. Hij heeft gisteren verscherpte COVID-maatregelen aangekondigd. De communicatiedienst Suriname heeft vandaag bekendgemaakt dat het aantal COVID-doden niet 30 is, zoals tot nu toe is vermeld, maar 38. Dat komt omdat de spoedeisende hulp en de medische zending nog niet gekoppeld waren aan het COVID-dashboard. Hierdoor kwam de informatie niet op dagbasis binnen, maar duurde het veel langer. Dit euvel is ondertussen verholpen. Het aantal overledenen zal vandaag nog worden aangepast op de COVID-website.